De samenleving heeft behoefte aan meer informatie over de werking van de belasting over de toegevoegde waarde BTW. De nieuwsdienst sprak enkele mensen vandaag over hun ervaringen met het pas geïntroduceerde belastingssysteem. Meer mensen gaven aan te snappen dat het een belastingssysteem is, maar te willen weten wat het BTW-systeem allemaal met zich meebrengt. Wel, ik wil zeggen, het is wel een beetje zwaar. En niet alle winkels hebben dan die reclame. Het moet beter geïnformeerd worden omtrent dit. Want het is dubbel belasting betalen we eigenlijk. Want als de prijs in de winkel staat geschreven, dat we zeggen 200 SRD, is die belasting al eens berekend. En dan nog komt dan is wel veel. Alle prijzen zijn naar boven. Met sap koop ik 15 SRD. Dat was donderdag. Vrijdag heb ik die sap 17,50 gekocht. Vanmorgen heb ik die sap 22,50 gekocht. Maar u weet wanneer u een zaak instapt nu, bijvoorbeeld als u een tv gaat kopen, dan moet u dat certificaat zien. Ziet u ze? Maar nee, helemaal niet. Maar die mensen, de regering zegt, meneer Gayadin zegt, na 3 maanden wordt de BTW ingevoerd. Hoe kan je BTW niet betalen en al die goederen al die in de winkel zijn, zijn dat belasting geëist. En nu moet je BTW komen betalen. Het is 2 maal. Het is 2 maal, dus we gaan dood. Maar wat vindt u van die informatiestroom vanuit de regering? Helemaal niks. Niks. Beter toch? U vindt dat die informatiestroom beter moet zijn? Tuurlijk. Want iedereen zit te klagen. Iedereen weet, ja, ik weet niet. Vooral die Chinezen, die weten niet wat ze eraan moeten doen. Snap je? En de bonden ook, vooral die bonden. Ik snap die gasten niet. Misschien hebben ze iets al gehad van de staat, dat ze niks moeten doen, dat ze niks hoeven te doen. Maar de arme volk vind ik zo verpand dat die mensen nog klagen dat het BTW, ik weet niet wat er moet gaan met de BTW. Wat vindt u dat de regering beter kan doen om die mensen uit te leggen? Informatie moet geven, gewoon op televisie of zo. Of bij de media. Al dus enkele reacties van burgers. Morgen om 8 uur komen wij terug op dit vraagstuk met een actualiteitenprogramma BTW in de praktijk via kanaal 12.1. Hierin zullen onder andere directeur der belastingen en belanghebbenden dieper ingaan op het BTW gebeuren.